met Jeffrey. Jeffrey, goedemorgen met Wil van Delft van Delfts Blauw. Hey, goedemorgen. Jeffrey, welkom hier in het programma. De reden dat ik jou uitnodig vanwege die nieuwe single In de Zon. Nou, als er een toepasselijke plaat kan zijn, dan is het nu al, hè? Ja, het is fantastisch weer. Het liedje is uitgekomen en de zon is gaan schijnen. Ja, het is fantastisch. Ja, ik zeg, een betere timing had je niet kunnen indenken. Nee. En eigenlijk, ik heb net na Koningsdag heb ik hem uitgebracht. Dat ik hem op Koningsdag ook kon promoten en kon zingen, het liedje. En ik moet er wel heel bekennen dat het wel heel goed wordt opgepakt. Ook door alle radiostations, ook in Nederland. Ja, ik ben er gewoon ontzettend blij mee en ontzettend trots op eigenlijk. Ja. De tekst van de single is geschreven door jouw vriendin, hè, Linda, hè? Ja, klopt. En wat is haar inspiratie geweest tot het schrijven van deze single? Nou ja, het moest. Ik had een paar steekwoorden gegeven dat het lekker zomers moest zijn en lekker. Maar dat ik het wel gewoon het hele jaar door kon zingen. En dat is aardig gelukt, want je kan altijd dromen van de zon natuurlijk. Ja. Ook al is het winter. Ja. Nou goed, en dat was een beetje de insteek. En dat is dat vind ik wel heel goed gelukt. En ik ben er ontzettend blij mee. Ja. Is dat een beetje een vaste tekstschrijver voor jou, jouw vriendin of niet? Nou, voorlopig wel. Ja. Ik heb in het verleden best wel veel liedjes ook door anderen laten schrijven. En we hebben nu de regie zelf in handen, om het zo maar te zeggen. En de lijntjes zijn nu nog korter geworden daardoor. Dus ik hoef niet steeds te bellen met een tekstschrijver. Ik zit gewoon op de bank of ik lig in bed naast dezelfde tekstschrijver. Ja. Dus dat is wel lekker. Jij hebt al wel veel verschillende singles uitgebracht, Jeffrey. Ik draaide bijvoorbeeld zojuist een klein stukje van Puur Geluk. Wanneer was die uitgekomen? Dan moet ik even goed nadenken. Nee, maar vorig jaar is het album uitgekomen. Dus was ook Puur Geluk op en eigenlijk het album stonden allemaal singles die de loop der jaren zijn uitgekomen en deze voor mij komt deze uit 2015 als ik het goed heb. En dat is weer een heel ander liedje. Toevallig wel bij dezelfde studio opgenomen als waar In de Zon is opgenomen bij Sonic Solutions. Yeah. En het liedje geschreven, althans gearrangeerd door Pascal de Vorm en het liedje geschreven door Tom Haver. Nou, ook niet een van de onbekende jongens uit het vak. Doet het ook nog steeds heel goed in het land. Ja. Ik vind, luisteraars, jij bent ook ooit een vaste huiszanger geweest, hè, van Café Bolle Jan in Amsterdam, hè? Ja, klopt. Ja, ik heb 3 jaar mogen optreden op het kleinste podium in Amsterdam. En dat was een hele ervaring, superleuk ook. Ja, maar dat was natuurlijk wel een geweldige opzet natuurlijk, richting jouw carrière natuurlijk. Nou, kijk, ik zing natuurlijk nu al een kleine jaar of 15. Ja. En ik ben 9 jaar geleden in Amsterdam terechtgekomen bij Café de Bastille. En daar heb ik gewoon heel veel geleerd en ook heel veel mensen leren kennen. En zodoende kwam ik ook wel eens vaker in Bolle Jan om een slokje te drinken. Ja. En daar zochten ze eigenlijk nog een vaste zanger op de woensdagavond. Ja. En Ronnie kwam naar me toe en die wilde vragen of dat ik dat wilde doen. En ik heb volmondig ja gezegd. Ja, ja. En jij hebt ook ooit meegedaan met Bloed, Zweet en Tranen. Toen zong je het nummer van René Vroeger. Ja, dat was precies in die periode dat ik bij Bolle Jan nog werkte. En dat vond ik natuurlijk superleuk dat je dan ook nog een liedje van René mag zingen. Omdat het, even gek gezegd, ook het beginnerscafé is geweest van René Vroeger. En dat pakte niet zo heel goed uit met Bloed, Zweet en Tranen, want er zaten heel veel andere goede artiesten tussen. Ja. Maar het is wel een hele ervaring rijker geweest en ik heb wel een mooi podium gekregen daardoor. Ja, ja. En ook een stukje bekendheid of niet, Jeffrey? Ook een stukje bekendheid, ja. Heel veel mensen die vragen nog steeds bij diverse optredens, die boeken mij dan, omdat ze dat op mijn YouTube kanaal hebben gezien, dat ik met Bloed, Zweet en Tranen heb meegedaan, dat ik dat stukje wil zingen van Daar Sta Je Dan. Ja, ja. Dan is het jaar 2016, dan komt dat prachtige album van jou uit, Verloren Tijd. Ja. Maak het maar af. Ja, dat was wel een beetje een kroon op mijn carrière tot nu toe.
Want het is natuurlijk wel een heel mooi album geworden, waar ik ontzettend blij en ontzettend trots op ben. Dat ik er best wel lang over gedaan heb om dat album te maken. En ja, ik ben er nog steeds, ik sta er nog steeds 100% achter dit album. Toen de tijd, toen het album pas uit was, we zijn toen ook toen in de uitzending geweest, Jeffy. En ook met dat nummer Verloren Tijd natuurlijk, want dat was de titeltrek, hè, van dat album. Hè? Ja, ja, dat was de titeltrek van het album. Ik moet ook zeggen dat het wel het mooiste liedje is van het album. Ik sluit in principe elk optreden van mij, die sluit ik altijd af met dat liedje, omdat het... Ja, mijn stem die komt daar gewoon goed naar voren en de mensen vinden het mooi en de mensen die vragen er ook om. En ja, ik vind het een prachtige plaat nog steeds. Ja. Ga je dat nog ooit een keer doen, een album uitbrengen of niet? Ja, we zijn er druk mee bezig. We zijn nu de liedjes bij elkaar aan het zoeken en ook wat nieuwe... In principe wil ik eigenlijk een nieuw repertoire gaan doen. Yeah. En zoals In de Zon is het natuurlijk heel anders dan wat ik al die jaren gedaan heb. Maar Gina die komt daar wel een beetje op neer. Oh, sorry Gina. Die doet het ook nog steeds hartstikke goed in het land. En zodoende heb ik In de Zon. Dat is natuurlijk een cover van In de Cirkel. En die doet het ook ontzettend goed, namelijk in het land. En de mensen die kunnen meteen dansen, het is herkenbaar. Maar ik wil toch kijken of dat ik wel mijn eigen repertoire kan aanhouden. Yeah. Jij hebt dit was echt een uitstap. Ja, jij hebt ook ooit een nummer opgenomen, dat was voor jouw pasgeboren zoon toen de tijd, hè? Koning te Rijk, dat nummer. Koning te Rijk, ja. Ja, dat was eigenlijk een verrassingslied voor Linda. Ja. Omdat die kleine, die was in aantocht en ik was bij Frank in de studio, Frank van Etten. En ik zou eigenlijk een heel mooi liedje willen hebben over ons gezin wat er aankomt en over onze zoon die er dan zo meteen is. En daar wil ik eigenlijk een heel mooi liedje over laten maken en dat heb hij ook meteen gedaan. Ja. En we zijn de studio ingedoken en de dag van dat Max geboren was, 18 november, heb ik hem op YouTube gezet en heb ik hem eigenlijk aan het kraambed heb ik het laten lezen en laten zien, ja, en laten horen. Ja. En dat is ontzettend leuk ontvangen, om het zo maar te zeggen, ja. Ja. Wat was de reactie van Linda erop? Wat zeg je? Wat was de reactie van jou, van Linda erop? Ja, dat was tranen, alleen maar tranen. Ja. En heel mooi. En ze hebben hem nog steeds als beltoon, dus het heeft wel wat voet in aarde gebracht, zeg maar. Oké. Je zei het net eigenlijk een beetje tussen de regels door, dus je bent buiten deze single druk weer bezig met opvolgen met een album. Nou, we zijn nu bezig met een nieuwe single. De jongens die hebben nu de demo eergisteren opgestuurd van een nieuw liedje. Ja. En maar we zijn wel heel druk bezig met een album ook in de studio. Dus we hebben al diverse demo's hebben we al toegestuurd gekregen. Ja. Wanneer gaat dat ongeveer gebeuren? Nou, ik hoop eigenlijk begin volgend jaar dat ik het album af heb. Ja. Ik wil nog drie, eigenlijk dit jaar nog twee of drie singles gaan doen. Ja. En dat moet lukken. Oké, okay. We gaan zo naar de single draaien. In de Zon, even voor de luisteraars, als ze meer willen weten, dat kunnen ze vinden, want je hebt een mooie eigen website, www.jeffreytanus.nl. Ja, helemaal goed. En zo kunnen ze ook bij al mijn social media kanalen kunnen ze terecht. En daar kunnen ze gewoon volgen en ze kunnen op mijn YouTube kanaal kunnen ze kijken. Dus ze kunnen overal, via mijn website kunnen ze overal terecht. Nou, we gaan het ding draaien in de zon, Jeffrey. En jij gaat ook nog in de zon vandaag, of niet? Ja, ik zit lekker in de zon. Ja, ik zit even lekker in de tuin. En het is goed weer, hè? Ja, heerlijk. We zitten lekker in de zon. Ja, nou, heel erg bedankt dat je toch vanmorgen live hier bij ons in de uitzending was. Ja, geen dank. Jullie ook bedankt. En ik hoop tot de volgende keer. Ja, en een laatste woord. Zeg iets tegen de luisteraars die meeluisteren, Jeffrey. Dan ga ik een single starten. Nou, geniet in ieder geval van mijn nieuwe single In de Zon en tot de volgende keer. Groetjes en tot de volgende keer. Hoi, hoi. Hey, dankjewel. Hoi.